Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag zijn we weer de straat op gegaan in Breda met de vraag: wat is uw mooiste plekje in de binnenstad van Breda? Wat is je favoriete plek in Breda? De plek bij de kerk. De kerk vind ik het mooiste. En waarom? De stad. Valkenberg. Mijn favoriete plek is het park. Mijn favoriete plek in Breda is het park. Geen idee, kom je voor het eerst? Kom je voor het eerst, ja. Ja, waar we net waren, geloof ik. Ja, dat, ja. Eigenlijk waar we net hebben zitten lunchen. Dat was achter de Vlaszak. De Wijngaardhof, heette dat? De Wijngaardhof heette dat. Dat is een prachtig plekje, heel rustig en toch weg van het verkeer, midden in de stad. En waarom? Fantastisch mooie kerk. Ja, ja, dat trekt me. Ik ben niet echt heel gelovig, maar zo'n kerkgebouw vind ik toch wel heel mooi. Gezelligheid en ja, ik vind het gewoon heel leuk met dit weer of zo om daar te zitten. Ja, ik vind het gewoon handig dat alles wel in de stad zit hier. Vooral nu met de nieuwe barones, gewoon alles wat ik, als ik iets nodig heb, hoef ik alleen maar naar de stad en ik woon dichtbij. En waarom? Omdat je daar gewoon rustig kan zitten en op je gemakje. En dus, nou, het is gewoon alles te doen. Omdat het om een zomerdag heerlijk is om daar een dingetje neer te leggen en met vrienden gewoon een beetje in het zonnetje te zitten. Brouwerij Sint Joris is echt authentiek bier. Het is hier om de hoek. Prachtige entourage en ze hebben hele lekkere dingen. Dat is waarom we eigenlijk hier zijn. Oh ja, dat hebben we geoefend, ja. Ja, en deze mensen zijn gewoon, ja, ze gaan trouwen, dus ze zijn heel erg zenuwachtig. Dus dat levert wel gedoe op, zeg maar. Breda Nu. Je weet het meteen.